gaan doen eigenlijk. Was wel bang dat je de overgang ging maken van seksueel wat jij. Ik ga een beetje mijn voorstelling promoten en voor de rest in de zon zitten. Ja. Maar ga je dan ook zelf kijken eigenlijk? Nou, ik vind het. Het is heel slecht om te zeggen, ik ga niet naar mezelf kijken, want dat klinkt ook niet als een aanbeveling. Maar ik vind ook dat er iets mis is in je hoofd als je denkt, ja, ik ga lekker anderhalf uur naar mezelf kijken, naar een voorstelling die ik 190 heb gespeeld. Dus ik ga kijken of ze me goed instarten, of het geluid en beeld goed loopt. En dan ga ik wat anders doen. Want je zei net van, ja, ik ben alleen. Ik heb dan wel een goede vriend en een goede vriendin. Maar dan het is ook heel raar om dan in je eentje te gaan kijken naar, ja, later was alles beter. Nee, daarom. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Maar ik vind ook zo stom zeggen, nee, ik ga niet naar mezelf kijken. Ja. Vind spannend eigenlijk? Ja, heel. Ik ben benieuwd dat de NPO vroeg, kunnen we het eerder uitzenden? Dat zou eerst in het najaar gebeuren. Dat, ja, voor mij, ik ging een beetje op twee gedachten. Of mensen denken, de show is opgenomen voordat er corona was. Ja, dit voelt totaal niet urgent en niet aan de hand. Of mensen denken, dat hoop ik, van wat een fijne afleiding. Maar ja, dat vind ik wel spannend hoe het wordt ontvangen. Ja. Ik heb wel eens met mensen gesproken die dan, collega's van jou, die dan wel spannend vonden om bijvoorbeeld dus door de straat te gaan lopen en te kijken waar overal de tv aan stond of niet. Nou, er is een befaamd verhaal wat ik niet weet of klopt, dat Theo Maas en Hans Steeuwen gingen wel eens samen, als ze op tv waren, dan voor het raam staan van mensen. Dus dan moet je voor dat je aan de tv aan het kijken en als je eens naar rechts kijkt, en dan zie je hun zo. En dat ze ook weer weglopen. Ja. Dus dat, nou, misschien ga ik dat al doen. Nou, volg je wel sociale media om te kijken hoe ze reageren? Ik krijg berichten binnen, maar ik ga niet per minuut het live volgen. Dat vind ik nooit zo gezond. Heel verstandig. Ja. Zullen we even kijken naar een stukje? Ja, leuk. Als je ouders gaan scheiden, dan zegt opeens iedereen tegen je, hey Peter, als je maar weet dat het niet jouw schuld is. Ja, dat dacht ik ook helemaal niet. Maar opeens ga je twijfelen. En kijk, ik vond het niet erg dat mijn ouders gingen scheiden, dat één het huis uit moest, want mijn ouders werkten alle twee fulltime, dus ik was sowieso niet echt aan ze gehecht. Ik kwam pas na een jaar achter dat er één weg was. Sterker nog, de rechter zei dat dit zijn eerste zaak was waarbij beide ouders de voogdij niet wilden. Vind je het niet moeilijk om zo open te zijn over je thuissituatie en je familie? Nee, totaal. Ik vind dat eigenlijk de leukste onderwerpen waarbij je misschien soms ook over twijfelt om te vertellen of dat het gevoelig ligt. Maar ja, daar ligt vaak het goud. Dat is het meest interessante om over te hebben. Ik stel eigenlijk de verkeerde vraag. Vinden ze het thuis niet moeilijk dat je dit doet? Soms. Ja. Soms wel dingen die ik in mijn voorstelling vertel. Maar ik heb het ooit Chris Rock, voor een hele goede quote, die zei, als je omgeving zich veilig voelt, dan schrijf je niet goed. Dus je moet het ook een beetje opzoeken. Ja, ik doe het er niet om. Maar het is wel, dan raak je iets. Maar het gaat ook vaak, ik stel mezelf ook kwetsbaar op. Maar dan is er iets wat blijkbaar echt belangrijk is. Wat aan de hand is. Ik vind het mooiste ook vaak als ik naar theater ga. Of kunst of een film. Dat je iemand iets hoort zeggen. Een nare gedachte, een zieke gedachte. Dat ik, oh, godzijdank ben ik niet alleen. Ja. En dat is voor mij de mooiste functie van kunst. Je niet alleen voelen. Ja. Nu zijn er toch, kijk, we hadden het er net even over. Het gaat best goed, hè? De cijfers gaan beter. Maar met best goed bedoelen we dat er dan maar, nou ja, noem maar wat, 80 of 90 mensen zijn overleden de afgelopen 24 uur. Wat best raar is. Ja. Dus het blijft moeilijk. Dat lijkt mij in jouw geval ook moeilijk. Want het is heerlijk om harde grappen te maken. Ook over de dood en ziektes en ellende en verdriet. Want dat is vaak een manier om ermee om te gaan. En tegelijkertijd kan het ook nog heel ongemakkelijk ontvangen worden. Ja, het is absoluut een verwerkingsmechanisme. Ik vind niks mooier als je iets wat heel verdrietig is ook kan omdraaien tot een lach. Alleen comedy of cabaret is ook, het is tijd plus tragedie. Dus corona is een geweldig voorbeeld dat, we maakten Dit Was Het Nieuws. Ja. En de eerste week was er ook nog publiek bij. En dan kon je opmerkingen maken. Ik weet, voor mij is dat niet eens in uit. Maar daar las ik een vrouw in naar de Bussum. En die was besmet en die had 7 contactpersonen. En ik denk, nou ja, dan heb je ook niet echt een sociaal leven. Als je in een week 7 mensen hebt ontmoet. In de eerste week kon dat prima. Ja. In de tweede week, na de eerste doden, kan zo'n grap niet meer. In week 10 kan het waarschijnlijk wel weer. Ja, zo werkt het. Maar ik vind dat speelveld, dat maakt het juist zo leuk. En hoe weet je wanneer het kan? Ja. Niet, je probeert je eigen morele geweten aan te spreken. En eigenlijk, dat is nou ook wat het publiek bepaalt. Dat is eigenlijk waarom het nooit een monoloog is, maar een dialoog. Weet je, soms, daarom heb je ook try-outs. Ja. Ik probeer in comedyclubs vaak dingen uit. En soms ga ik ook de grenzen over. Maar ik moet dat uitproberen. Ook voor mezelf en voor het publiek, om te weten waar die grens ligt.
Ja. Maar kun je dan zeggen, want kijk, je had net, we zagen een fragment dat ging over de scheiding van jouw ouders. Uh-huh. Past dat redelijk dicht bij de werkelijkheid? Dat je denkt, van, daar kon ik lekker mee spelen. Jouw ouders waren gescheiden. Die zijn gescheiden en eentje is dood, dus dan heb ik ook minder gezeik. Precies. Ja. Maar, dus... Is dat ook, nou maar dat bijvoorbeeld. Jouw vader is overleden. Ja. Is dat iets waarvan je denkt, nou, het is echt best lekker om daar een goede grap over te maken? Ja, absoluut. Maar omdat dat is mijn instelling in het leven. Het leven is uiteindelijk misschien een beetje nutteloos en zinloos. Ja. En het humor is mijn manier om het te verwerken, om ermee om te gaan. En dan komen de mensen na afloop naar jou toe. Die zeggen van ja, maar mijn vader is ook dood. En ik vond het helemaal niet fijn dat u er grappen over maakte. Bij wijze van spreken. Ja, ja, dat is een goed recht. Ik vind ook dat comedians moet voor mij nooit... Wij mogen over grappen over maken, maar iedereen mag ook gekwetst zijn. Dat is ook je goed recht. Het valt me wel op dat bijvoorbeeld ik maak wel eens grap over kanker, omdat mijn vader aan is overleden. Dat de mensen van wie ik een boze mail krijg, over het algemeen, zijn altijd mensen nooit die zelf kanker hebben of hun vader, maar een vriend van een oom van een neef. En die zich kunnen voorstellen? Die het zelf niet zo goed kennen en het daarom zo'n moeilijk onderwerp vinden. Ja. Terwijl ik weet uit mijn eigen ervaring dat kankerpatiënten hebben vaak de meest harde humor hebben. Ja. Omdat ze ook dat weer dat een manier is om soms. Je kan niet maandenlang alleen maar verdrietig zijn. Ik denk dat corona ook, het kan niet. De lacherigheid waarmee we soms de anderhalve meter... We hebben dat ook nodig. Is grappen maken over corona weer anders dan bijvoorbeeld grappen maken over de islam? Waar toch weer veel over te zeggen is? Nee, ik vind van niet. Omdat ik niks heilig vind. Ik vind dat niet... maar laat ik zo zeggen. Daar gaat het meestal niet om. Het gaat meestal om die reacties die je daarna kan krijgen. Waardoor veel cabaretiers ook aan zelfcensuur doen. Dit betreft. Ik heb daar niet zo last van, maar dat komt ook omdat ik alleen woon en geen gezin heb. Dat ik wat makkelijker en vrijer praat. Ja. Maar zo woedend zijn coronapatiënten toch ook niet? Nee, maar ik had het ook niet over coronapatiënten. Die liggen aan de beademing, dus in dat opzicht kan je vrijer praten. Ik probeer te zeggen, maar ben je bang? Dit is al de grens qua grap die je onderzoek maakt. Ja. Of je grappen over islam durft te maken, dat was het. Ja, nee, ja, die zit in de voorstelling. Ja. En ik heb het ook in mijn eerste voorstelling gedaan. En ik heb ook wel doodsbedreigingen gekregen. Alleen, ik heb ook altijd gedacht, bijvoorbeeld, dan was er een jongen zogenaamd van IS, dat ik denk, als ik word omgelegd, dan heb je ook geen ambitie als terreurorganisatie. Als dat, je moet wel iets hoger mikken. Je zei net over optreden zonder publiek. Dat lijkt me echt ongelooflijk moeilijk. Ik vond het bij Dit Was Het Nieuws. Ik vond het heel zwaar. Ja. Ja, ik denk dat voor jullie al een talkshow zonder publiek, maar laat staan, comedy en cabaret. En... Ik vind het wel lekker rustig. Je vindt het lekker rustig? Ja. In de ogen die meekijken. Ja, dat is wel een probleem. Ja. Ja, omdat wat is daar moeilijker aan? Dan moet je alles uit jezelf halen? Of... Ja, communicabaret, dat leeft bij de lach. Dat is waarom, het is geen monoloog, het is een dialoog. We hebben die lach nodig. Dat is je ritme, dat is je energie. Ja. Maar goed, je gaat straks... wanneer dan ook met een voorstelling weer het theater in. Ja. Stel dat we nog een beetje in die anderhalve meter economie zitten. Hoe wordt dat bedacht? Ga je dan in een extra grote zaal zitten bijvoorbeeld? Groter dan waar je normaal gesproken voor zou spelen. Om mensen de gelegenheid te geven uit elkaar te zitten? Het kan, maar ja, die zalen... ik heb dit jaar mogen debatteren in Carré, dat is geweldig. Maar volgens mij kunnen daar met anderhalve meter ook 300 mensen. Ik weet niet of het voor die zalen rendabel is om dat te doen. Plus, zo'n zaal kan ook maar 365 dagen in het jaar gevuld worden. Terwijl er zijn meer voorstellingen dan dat. Dus ik denk dat de horeca en theaters, dat zijn de twee sectoren die het grootste probleem hebben met de anderhalve meter. En ik denk niet dat we het gaan redden op die manier. Nee. Wij hebben... Natuurlijk zijn er dove mensen zijn van alle tijden. Ja. Maar de dove tolk ook. Maar de dove tolk is nu wel ongelooflijk tot de verbeelding gaan spreken de laatste weken. Omdat we bijvoorbeeld ook die dame hebben gezien die naast onze premier staat. Irma Sluis. Ja. Jij hebt haar gesproken, hè? Ja, het raar was, ik was tijdens de tour wilde ik al een optreden regelen voor dove mensen. Dus dat je voor een zaal voor dove mensen met een gebarentolk speelt. Dat lukte organisatorisch niet. Maar toen had ik wel bedacht, ik wil eigenlijk de eerste voorstelling worden, cabaretvoorstelling. Laten we op tv gaan met een gebarentolk. Ja. En de afgelopen weken is dat eigenlijk alleen maar actueler geworden. Dus dat hebben we geregeld. We hebben Irma Sluis gebeld. En die zei, wie je dan moet hebben is Tobias de Ronde. Waarom? Die is zelf doof. Dus het is zijn moedertaal. Hoe hoort hij jou dan? Ja, dat was een heel ingewikkeld ding. Irma heeft meegeholpen een hele dag. Dat noem je een feeder. Dat heeft ook op sommige websites een hele seksuele connotatie. Maar ik was op het beeld. Zij vertaalde dat voor de timing naar Tobias. Tobias heeft het script geleerd en die beeldt het dan uit. En hij leest ook jouw teksten, vermoedelijk ook. Ja, die hebben we opgestuurd. Ja.
We hebben een fragment, hè? Ja, nou, leuk. Je krijgt bij de kap altijd zo'n... Ja, zo'n scooterhoes krijg je om. Ik weet ook nooit waarom. Daardoor glijdt het haar altijd rechtstreeks mijn schoenen in. Ik kom altijd thuis met een soort Nike-pantoffels. Alleen dan wordt het zo strak getrokken als een soort circus-tent. En daardoor, je ziet helemaal niet wat er onder die hoes gebeurt. En dit is mijn fascinatie. Maar ik vroeg aan haar, ben je niet bang dat er klanten zijn die zich stiekem lopen af te trekken? Jouw thema is Me Too, hè? Vooral. Dat is het belangrijkste thema van je voorstelling. Ja, ja, het gaat over de veranderende verhoudingen tussen man-vrouw en macht. Wat macht met je doet. En dat macht eigenlijk bijna altijd corrompeert. Ik wou trouwens over de... Voor de dove mensen die misschien nu ook kijken via 888... dat het wordt tegelijkertijd op NPO Start. Kunnen ze het zien? En bij de herhaling is het ook op televisie. Dat is op 2 mei. Ja. Maar jij kunt niet... Heb jij zelf nou een... Want ik vind, als ik kijk naar die persconferentie van Mark Rutte... dan moet ik zeggen dat ik bijna altijd luister naar Mark Rutte... maar toch kijk naar die mevrouw. Ja. Omdat ik gewoon benieuwd ben hoe zij dingen hoe ze dat doet. Ja. Maar hoeveel... Heb je enig idee hoeveel er overeind blijft van wat jij zegt... In wat hij uitbeeldt? In principe kan hij me ook hebben opgelicht. Dat hij alleen maar zegt, wat is deze gozer slecht? Dit is helemaal niet grappig. Ja. Maar doen we even anderhalf uur alsof ik wat aan het doen ben. Of dat hij Theo Maassen doet gewoon. Ik heb geen idee. Nee, ik heb absoluut geen idee. Nee. Maar ik vond het wel leuk om dit gewoon dat te kunnen creëren. Zodat dat ook een keer... Voor mij is het namelijk heel fijn met die ondertitels... om dat alles te volgen. Ja. En dat je dan zo een cabaretvoorstelling mee kan pakken. Ja. Gaat u kijken? Ik zeker, ja. Ja? Ja, ik heb afleiding nodig. Ik heb niks te doen. Ja. Nou ja, we kunnen het controleren. De voorstelling Later Was Alles Beter van Peter... is morgen om 21:30 te zien op NPO 1. Als het goed van ingestart tenminste. Zeker, ja. Spannend. Ik ga kijken. Ja.